van de ter dood veroordeelden. Een zware hand legde zich op zijn schouder en onderbrak zijn dagelijkse gang. Heel even ging zijn adem wat benauwder. Toen ging hij rustig mee. Hij was riep, volgde hij die drang. Op het binnenhof heeft hij heel zacht gezegd: Heer, help de mijnen. Ik kom wel terecht. Er zat een jonge man in Scheveningen. Die had gesaboteerd en opgeruid. Wapens gesmokkeld en nog andere dingen. Tot hij verraden werd. Toen was het uit. Klaar als zuiver glas. Hij nam zijn leven toen het nog maar pas begon en wierp het in de schaal der vrijheid. Hij offerde het met dezelfde blijheid waarmee hij door zijn jeugd gedarteld was. Steeds heeft hij dit gebed voor God gezegd: Heer, help mijn ouders. Ik kom wel terecht en het vergaat ons en de onze slecht. God, sta hem bij. Wij komen wel terecht.